Welkom op de Dag van de Crypto in de RAI in Amsterdam. Ik ben Peter de Ruiter, maker van onder andere de podcast Beleggen in Bitcoins. Ik heb aan tafel... Nou, stel jezelf maar voor eigenlijk. Piet Nelis. Piet, en jij hebt een manier bedacht om patiënten geld te laten verdienen met hun medische gegevens. Correct. Via de blockchain en via een eigen coin. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb momenteel een bedrijf wat in de gezondheidszorg actief is, met een platform waarmee we data kunnen vangen die patiënten zelf genereren op hun smartphone. En die worden gebruikt voor klinisch onderzoek of voor ziekenhuizen. Dat is een bestaande business. We willen graag nu dat platform op de blockchain gaan zetten, om daarmee echt de patiënt in het centrum te stellen van die data die hij verzamelt. En daarmee te doen wat hij zelf wil doen. En dat kan dus zijn delen met mensen die hij kent, delen met mensen die hij niet kent, bijvoorbeeld doneren aan klinisch onderzoek. En inderdaad, zoals je zegt, ook het verkopen van die data voor commerciële doeleinden. Ja, want wat voor gegevens houden ze bij? Het zijn gegevens die ze zelf op hun telefoon kunnen bijhouden. Moet je denken aan het scoren van je pijnniveau of hoe je je voelt. Maar het kunnen ook vragenlijsten zijn die je ingevuld hebt. Het kunnen foto's zijn genomen die je hebt bij een wondgenezing bijvoorbeeld. Dus alles wat je in de thuisomgeving kunt doen. Vandaar dat het dan met een mooi woord patient generated health data heet. Terwijl de hele gezondheidszorg nu te blind vaart op de data die in het ziekenhuis of bij de huisarts worden gegenereerd. Ja. Goed, dan heeft die patiënt al die gegevens ingevoerd. En dan kan hij ergens op een knop drukken en zeggen van nou, dit mag verkocht worden op een marktplaats. En daar kunnen bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven of Philips Health of wat dan ook, hè, bedrijven in de gezondheidszorg, kunnen daar dan gebruik van maken voor hun onderzoeken. Ja, er zijn eigenlijk drie stappen wat je met die data kunt doen. Je kunt allereerst zeggen, ik hou ze voor mezelf en ik bekijk ze op mijn telefoon of op mijn website. Maar ik deel ze met niemand. Dan heb je een persoonlijk gezondheidsdossier. Dat is best leuk, maar dan maak je geen maximaal gebruik van de waarde die die data hebben. Je kunt dus ook zeggen, van ik ga mensen uitnodigen om naar te kijken. Bijvoorbeeld mijn echtgenote of mijn goede vriend of een huisarts. Dan heb je al meer social support wat je krijgt vanuit die data. En de derde stap is inderdaad, dus wat ik net vertelde, het delen met mensen buiten je directe invloedssfeer of omgeving. Zodat je mensen zoekt die die data graag zouden willen hebben en daarmee in contact komen. Ja, ja. Voor het laatste doel zet je inderdaad die data op een soort marktplaats. Geanonimiseerd en natuurlijk alleen maar een verwijzing aan die data. Waarbij dan professionals, in de zin van doktoren, onderzoekers, daarbij kunnen komen. Kunnen zoeken naar die data en op die manier met jou via mix- en match-algoritmes in contact kunnen komen. Ja, ja. Dus het is ook voor jezelf handig om die data op te slaan als een soort geheugensteuntje. Om te kunnen terugkijken, hè, hoe het de afgelopen maanden met je gegaan is, qua pijn of qua temperatuur. Maar waar komt dan die coin in beeld, zeg maar? Ja, het uitgangspunt van het hele concept is geweest dat de patiënt gratis gebruik kan maken van alle functionaliteit. Maar er zijn wel kosten aan gemoeid aan het gebruik van de technologie. En die kosten worden gedragen door degene die de data koopt. Nou, dat koopt kan dan op twee manieren. Allereerst moet een professional bij de stichting die het geheel beheert toegang tot het platform kopen, in de zin van munten of van sleutels die hij nodig heeft om het te kunnen gebruiken. Daar betaalt hij voor met zogenaamde clinicoins. Dat is de cryptocurrency die aan het platform verbonden is. Dat is de eerste manier. De tweede is op het moment dat die professional met die patiënt besluit, ik wil graag jouw data hebben, praten ze over de prijs van die data. En op een gegeven moment worden ze dan eens en dan gaan ze een transactie aan. En in die transactiefees worden ze ook geregeld met clinicoins, dezelfde currency. Waarvan dus het grootste gedeelte naar de patiënt toe gaat en een klein gedeelte ook naar de stichting. Oké, dus die clinicoin, dat is jullie coin. En die gaan jullie binnenkort ook in de lucht zetten? Ja, die wordt dus bij de ICO. We zijn nu in de pre-ICO fase. Dat betekent dat we aan het voorbereiden zijn. En dat we dus ook inderdaad naar de markt toe vertellen van wat we gaan doen met die coin. En we zoeken dus investeerders die clinicoins nu van ons willen kopen. En met dat geld gaan we het eigen platform bouwen. En dus ook de clinicoins live zetten, dat ze gebruikt kunnen worden. Ja, en dit is niet een initiatief dat zich beperkt tot Nederland? Nee, per definitie, dit soort initiatieven moet je natuurlijk wereldwijd doen. Waarbij we wel onderscheid zullen maken naar de landen waar het nog ook uit compliance oogpunt van regelgeving nog kan. In Amerika bijvoorbeeld mag je niet naar particulieren gaan. In China mag het helemaal niet meer. Maar in principe willen we dus wel kijken waar het mogelijk is dat we het platform kunnen gaan, uiteindelijk neer kunnen zetten. En daar willen we ook de ICO doen. Ja, want hoe bereik je die patiënten eigenlijk? Hoe weet je dat iemand patiënt is? Nou, allereerst, het is natuurlijk een enorme marketingcampagne die er aan vast zit. Met heel veel gebruik van social media.
met blogs en vlogs die je moet gaan doen. Daarnaast zitten we onder de paraplu van Turek. En Turek is een soort accelerator die ons begeleidt in het hele traject richting die ICO. Die dus deskundigheid aan boord hebben om ons daar te adviseren. Maar die ook een roadshow over de hele wereld doet. Wij komen in alle grote wereldsteden de komende maanden op dit soort congressen, zoals ook hier. En daar vertellen we het verhaal. Want je bent al in San Francisco geweest, hoorde ik. Je bent nu in Amsterdam. En je gaat door naar Tokio? Ja, vorige week was inderdaad de kick-off in San Francisco en het einde van de week in Londen. Amsterdam is nu de derde. Er staan nog wat reizen op de planning. Moskou, Dubai, Parijs, Genève en uiteindelijk ook naar Azië. Dus Mumbai, Singapore, Sydney, Toronto. Dat is eigenlijk alle grote steden. Dus je agenda loopt behoorlijk vol de komende reisagenda. Mijn vrouw was niet zo blij met dit initiatief. Ja. Hoe is het eigenlijk zo gekomen, dit idee voor dit initiatief? Ja, ik ben van huisarts, ben ik dierarts. Ik heb na mijn praktijktijd 17 jaar in de farmaceutische industrie gewerkt en dan kreeg ik een stembandprobleem. Dat betekent dat mijn stem af en toe over ging slaan. Op een gegeven moment in de loop van 10 jaar kon ik niet meer praten. Ik heb heel veel artsen en doktoren en het ziekenhuis afgelopen en de artsen wisten niet wat ik had. Ik heb allerlei data verzameld, onderzoek gedaan, maar kon er niet tot een diagnose komen, omdat de ziekte zo zeldzaam is dat de gemiddelde arts hem ook nooit in zijn leven ziet. En ik heb op een gegeven moment gezegd van nou, ik ga nu zelf eens opnames maken van mijn stem en die zet ik online. Op voorraad, ik vraag mensen van, ik ben mee te luisteren. Toen binnen 2 weken kwam er iemand uit Amerika en die zei, jij hebt spasmodische dysfonie, wat de naam is voor mijn aandoening. Nog een keer? Spasmodische dysfonie, okay. Wat een soort kramptoestand is op je stemwanden. En toen ik een diagnose had, kon ik heel graag zoeken naar een therapie. Kwam ik toevallig in Leiden uit bij het LWMC met een specialist die daar wereldwijd ook echt bekendheid in had verworven. En die heeft met mijn operatie de stemkwaliteit teruggegeven die ik nu heb. En toen dacht je aan crypto's? Nee, toen dacht ik in ieder geval, ik ga wel mijn carrière inrichten rondom die patient-generated health data zelf gaan doen. En daar hebben wij Synapse Mobile Health als company opgericht die dus al in die zorg zit. Die is actief in gezondheidszorg en ziekenhuizen. Die is actief in klinisch onderzoek. Maar we wilden heel graag naar die patiënt toe. En daar komt de blockchain door kijken, want de blockchain, daarmee kun je naar die patiënt. De hele gezondheidszorg op een blockchain zetten is vrijwel onmogelijk. Maar als je begint bij die patiënt en die de controle geeft over zijn eigen data, ja, dan heb je kans verslagen. Door deze informatie beschikbaar te maken voor de farmaceutische industrie bijvoorbeeld en andere gezondheidsbedrijven, hoop je daarmee ook het sneller diagnosticeren van bepaalde ziektes te kunnen bevorderen? Ja, zoals bij jou? Dat is een van de use cases, dat je inderdaad sneller dus een ziekte kunt diagnosticeren. Maar als je even kijkt, er zijn wel dit soort platformen, bijvoorbeeld Patients Like Me, is een heel bekend online platform waar patiënten nu al dat soort dingen met elkaar delen. En dan zie je inderdaad dat ook farmaceuten, die hebben inmiddels dat zelfs overgekocht, dat platform. Omdat er zoveel gegevens uit vrijkomen die ze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de R&D-activiteiten. Of ja, een postmarketingonderzoek. En er zijn echt een legio aan behoeftes waarvan het diagnosticeren van zeldzame ziektes omheen is. Wat ik zelf nog wel de mooiste vind, bijvoorbeeld in mensen in Afrika, die niet altijd direct toegang hebben tot gezondheidszorg, maar waar mobiel wel heel erg snel van is gegroeid. Die zouden dus met hun eigen opnames en die naar een cloud-oplossing sturen, kunnen ze op een of andere heel snel toegang krijgen tot gezondheidszorg. En dat vind ik wel wat we een blockchain for good noemen. Dat je inderdaad mensen die dan zogenaamd off the grid zijn, nu in één keer on the grid plaatst. En dat vind ik wel het meest stimulerende van het hele geheel. Ja, oké. Nou, dankjewel voor dit gesprek.